Goedemorgen Suriname. Vandaag is het Moederdag en feliciteren wij alle moeders met deze speciale dag. Ook voor de moeders die er niet meer zijn en nooit vergeten mogen worden. Daarom deze clip speciaal voor alle moeders. Geniet ervan, een speciale dank aan AZP en allerbelangrijkste onze vrienden van Star News. Dankjewel ook het orkest. Me praseri, kami ben tanteriju, mi berikeri, mi no belani leari, en wapatetiju. So many problema, mi ben sukukiju, mi ben sari, ma you ben du, sai ben busu budu du du du. Prachtig liedje, dankjewel. Nu het nieuws. Minister Amar Ramadin van Volksgezondheid in Suriname reageert schouderophalend op de motie van wantrouwen die tegen hem is ingediend door de fracties van de NDP, BEP en NPS in de Nationale Assemblée op 23 april. Het amuseert me eigenlijk wel, die motie. Ik trek me niets aan van een motie van wantrouwen van oppositiepartijen die toen ze aan de macht waren, geen enkel initiatief hebben genomen om mensen ter verantwoording te roepen. Als het volk wantrouwen heeft, zal het dat ook laten blijken. En zij krijgen daar over een jaar de kans voor. Maar het volk heeft vertrouwen in mij uitgesproken, en dat was op 25 mei 2020, zegt de minister. Ramadin vindt het vooral opmerkelijk dat er een motie van wantrouwen tegen hem wordt ingediend, terwijl het duidelijk is dat hij nooit het vertrouwen heeft gehad van de oppositie.
Hij had ook niet verwacht dat hij dat vertrouwen zou krijgen, gezien het feit dat hij tijdens de vorige regering enkele zaken heeft gemeld die niet volgens de regels waren, zoals bij het staatsziekenfonds, SZF. Hij noemt het voorbeeld van het SZF dat eerder diende als financieringsonderdeel van de staat, investeerde in niet-relevante projecten en zelfs in voetbalvelden. Ik heb dit allemaal gezegd, maar men is het vergeten. Nu komen deze zaken weer naar boven nu we dichter bij de verkiezingen komen, zegt Ramadin. Hij wijst ook op de kritiek op de huidige Armilov-regeling en benadrukt dat nu alles volgens de regels en procedures verloopt. Onder de NDP-regering werd er op het kantoor van het SZF bepaald wie wel of niet naar het buitenland kon worden gestuurd voor medische behandeling. Zelfs familieleden van hooggeplaatste politici werden op kosten van de staat naar het buitenland gestuurd voor medische behandelingen. Ik heb een hele lijst met namen van wie werd weggestuurd. Laten ze verantwoording gaan vragen bij de toenmalige directie, aldus de minister. Een 28-jarige aspirantagent van de politie in Suriname heeft vrijdagavond het personeel van de spoedeisende hulp, SEH, met de dood bedreigd. Het incident vond plaats nadat hij zijn zieke moeder naar de SEH had gebracht voor behandeling. Daar ontstond een conflict met het personeel omdat hij vond dat zijn moeder onmiddellijk moest worden geholpen. De politieman was gekleed in burgerkleding en werd agressief. Na een verhitte woordenwisseling verliet hij het SEH-gebouw en keerde terug naar zijn auto om zijn politieuniform aan te trekken. Vervolgens kwam hij terug en bedreigde het personeel opnieuw, waarbij hij dreigde hen neer te schieten. De politie van Munder, die ter plaatse kwam na de melding, constateerde dat de aspirantagent onder invloed van alcohol was. Het personeel heeft aangifte gedaan van bedreiging tegen de man, die door zijn collega's is overgebracht naar het politiebureau van Munder. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zal vandaag worden besloten welke stappen er tegen hem worden ondernomen. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd de 56-jarige Max J. betrapt en aangehouden op het terrein van Ogane in Livorno. Bewakers ontdekten hem terwijl hij elektrische kabels van de NV Energiebedrijven Suriname probeerde te stelen. Toen Max betrapt werd, raakte hij in een worsteling met een bewaker en liep hij daarbij zelf verwondingen op. Hij gebruikte een stuk hout en een houwer als wapens tegen de bewaker. Gelukkig kon de bewaker zich verdedigen met een scherp voorwerp, maar Max liep toch een steekwond op in zijn buik. Andere bewakers schoten te hulp en losten enkele waarschuwingsschoten om Max te overmeesteren. De politie werd ingeschakeld en kwam ter plaatse voor onderzoek. Max werd onder politiebewaking naar de spoedeisende hulp gebracht voor medische behandeling. De politie van Livorno is nu bezig met verder onderzoek naar deze zaak. Vrijdagavond raakten een bromfietser en zijn passagier, beiden onder invloed van alcohol, gewond bij een eenzijdig ongeval op de kruising van de Houtuin en Indira Gandhiweg in Suriname. Tijdens het ongeval botsten de mannen tegen wegmeubilair en vielen ze hard op de grond, met verschillende verwondingen tot gevolg. De slachtoffers werden per ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor verdere medische behandeling. De politie werd op de hoogte gebracht van het verkeersongeval en ging ter plaatse om onderzoek te verrichten. De Surinaamse politie heeft afgelopen woensdag de 37-jarige Michael F. gearresteerd nadat hij een week eerder betrokken was bij een verkeersruzie waarbij hij een moeder en haar dochter zou hebben mishandeld en bedreigd met de dood. Op die dag reed Michael met zijn bromfiets tegen het voertuig van de twee vrouwen, dat geparkeerd stond bij een supermarkt op de kruising van de Pengel en Keizerstraat. Toen de vrouwen hem daarop aanspraken, reageerde Michael agressief en beweerde dat het voertuig in de weg stond. Hoewel het voertuig werd verplaatst door een van de vrouwen, bleef Michael agressief tegen hen tekeer gaan. Toen hij merkte dat hij werd gefilmd door een van de vrouwen, werd hij nog kwader. Hij viel de vrouw aan en begon haar te slaan. De moeder van het slachtoffer probeerde Michael tegen te houden, maar kreeg ook klappen. Omstanders probeerden in te grijpen, maar Michael bleef doorgaan. De moeder raakte gewond aan haar gezicht door de klappen. Na de mishandeling bedreigde Michael de vrouwen ook nog met de dood voordat hij op zijn bromfiets stapte en wegvluchtte. De politie werd ingeschakeld en startte een onderzoek.
Na intensief speurwerk van de interunit van het regio bijstand Team Paramaribo, RBTP, werd Michael woensdagmiddag in Charlottesburg gearresteerd en overgedragen aan de collega's voor verdere onderzoek. Het onderzoek naar deze zaak is nog gaande. Op vrijdag heeft de narcotica-brigade in Suriname 3 verdachten gearresteerd tijdens een inval in een woning aan de Duisburglaan in Paramaribo. De verdachten zijn de 22-jarige Shaquille W., Alonso A., 21, en Donovan L., 33. Bij de inval trof de politie 30 ecstasy-tabletten, 290 gram marihuana en verschillende geldbedragen in Surinaamse dollars en andere valuta aan. Na onderzoek bleek dat Donovan een koper was. Hij is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie vrijgelaten. Shaquille en Alonso zijn echter in verzekering gesteld vanwege hun mogelijke betrokkenheid bij de zaak. Ze zijn al eerder bekend bij de politie. Alle in beslag genomen voorwerpen zijn in beslag genomen voor verdere analyse en onderzoek. Heterdaad. In de nacht van vrijdag op zaterdag 11 mei heeft de politie in Suriname 2 mannen op heterdaad betrapt tijdens een inbraak in een winkel in het centrum van Paramaribo. De verdachten, Michael A., 47, en Fabian van der W., 43, zijn het pand binnengekomen door middel van braak. Rond 1 uur ontving de Surinaamse politie een melding en ging ter plaatse. De mannen waren bezig met het laden van gestolen goederen in een voertuig. Ze werden betrapt tijdens het laden en onmiddellijk gearresteerd. De 2 verdachten zijn vervolgens naar het politiebureau gebracht voor verder onderzoek. Het voertuig waarin de gestolen goederen werden geladen, is in beslag genomen voor nader onderzoek. De politie van Centrum is belast met het verdere onderzoek naar deze zaak. Tot slot, op zaterdagavond heeft een bromfietser opnieuw verwondingen opgelopen bij een eenzijdig ongeval op de hoek van de Houtuin en Indira Gandhiweg in Suriname. Het slachtoffer botste tegen het beton van een bus in Ham en viel hard op de grond, waarbij hij verschillende verwondingen opliep. De bromfietser is met een ambulance naar de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo vervoerd. De politie werd op de hoogte gebracht van het incident en ging ter plaatse voor onderzoek. Dit ongeval volgt op een ander eenzijdig ongeval op dezelfde locatie op vrijdagavond, waarbij een andere bromfietser en zijn passagier, beiden onder invloed van alcohol, gewond raakten nadat ze in botsing kwamen met wegmeubilair en hard op de grond vielen. Dit is het voor nu, tot later in het Radio Nieuws. Een fijne moederdag en wees lief tegen elkaar. Ik ben Charlotte voor TV48, like, abonneer en deel onze nieuwsvideo's. Tang Boom.